Hey, welkom bij een nieuwe video van Undercovers. Ik ben Nina. Ik ben Leon. En wat gaan we doen vandaag? Yes, Nina. 3 boeken in het genre fantasy. Die we met jullie gaan behandelen. Dus 2 hele dikke pillen en 1 iets dunner boekje. Laten we gaan beginnen. Let's go. De eerste titel die we gaan bespreken, De Drakenleerling, werd geschreven door Alistair Krisholm, een Schotse auteur. En de illustraties zijn gemaakt door de Nederlandse Danielle Futselaar. Zij maakte onder andere ook wetenschappelijke tekeningen voor onder andere de NASA. Het boek werd vertaald door Laurent Cornay in het Nederlands. Het werd uitgegeven in 2021 en het kan worden gebruikt als een voorleesboek voor kinderen vanaf 8 jaar. Maar kinderen kunnen het natuurlijk ook gewoon zelf lezen. Precies, en nog even over Laurent Cornay. Hij vertaalde onder andere ook de hele Grijze Jagers serie. Goed om te weten. De teksten in dit boek worden regelmatig onderbroken door afbeeldingen. Zoals je ziet, waardoor het lekker leesbaar is. En de letters zijn ook vrij groot. En staan vrij ver uit elkaar, dus het is makkelijk te lezen. En dit boek gaat over Tom. En Tom die ziet op een dag een drakenkop in het vuur. En niet veel later staat er iemand bij hem op de stoep. Die vraagt of hij drakenleerling wil komen worden aan het drakenzienersgilde. En niemand mag daarvan weten. Zijn ouders mogen daar zelfs niks van weten. Dus Tom, ja, die gaat dat avontuur natuurlijk aan en die leert daar eigenlijk van alles. Die leert daar op draken vliegen, hij leert draken op te roepen en er gebeurt van alles. Dus een waar avontuur. Yes, en wat ik net al zei, het boek is vertaald vanuit het Engels. Dat betekent in het Engels zijn er inmiddels al 4 delen uitgekomen. In het Nederlands komt het tweede deel binnenkort uit. Is net uitgekomen. Is zelfs net uitgekomen, hoor ik net. Dit is het eerste deel, het volgende deel is de Verboden Grot. Yes, ik zal een stukje voorlezen om een beetje een beeld te geven. Het was heet in het vertrek. Het vuur vlamde hoog op, werd rood, dan wit gloeiend. Het raasde. Tom keek en vergat alles, behalve dat gezicht, dat hoofd in de laaiende vuurzee. En toen doofde het. Alles werd zwart. Toms adem stokte. Wat gebeurt er? Sst, fluisterde Drun. Stil nou, niet praten. Nou, dan krijg je helemaal zin om het te lezen, volgens mij. Precies. De volgende titel, Skandar en de eenhoorndief, werd geschreven door E.F. Stedman. En dit boek is voor kinderen vanaf ongeveer 10 jaar. Werd uitgegeven in 2022, dus deze is echt vers van de pers. Het gaat over Skandar, die al zijn hele leven ervan droomt om eenhoornrijder te worden. En net eigenlijk op het moment dat dat allemaal lijkt te lukken, doemt er een groot probleem op, wat alles in het water lijkt te gooien. Eenhoorns in dit boek zijn overigens niet lief en fluffy, maar bloeddorstig en gevaarlijk. Dus dat is nog wel eventjes goed om in het achterhoofd te houden. Dit boek is 414 pagina's dik. Het zijn ook best wel... een dikke pil. Ja, het zijn best wel vrij kleine letters en volle bladzijden. Dus het is inderdaad echt een dikke pil. En de Waanzinnige Podcast heeft ook een aflevering gemaakt over dit boek. Yes. Terug naar jou. Terug naar u. Laatste boek. Dat is Amari en de Nachtwachters. Het is een boek wat is geschreven door B.B. Alston. De illustraties zijn gemaakt door Godwin Akpan. Het boek is uitgegeven in 2021, dus ook nog vrij nieuw. Het is ook geschreven voor kinderen vanaf 10 jaar, net als het vorige boek. Het is het tweede boek in een reeks van 2 boeken tot nu toe. Maar de schrijver heeft al aangegeven dat hij in 2023 waarschijnlijk het derde boek gaat uitbrengen. Uit betrouwbare bron. Het eerste boek in deze serie is Het Spel der Magiërs. En dit boek is sowieso al behandeld door de grote vriendelijke podcast. Die kun je natuurlijk altijd nog een keer terugluisteren. En waar gaat het eigenlijk over? Ja, waar gaat het nou over? De climax. Amari is een meisje wat een beetje met een nek wordt aangekeken om het feit dat ze magiër is. In dit boek gaat ze op zoek naar haar broer Quinten. Nou, dat was hem. Dat was hem. We hebben overigens ook een themalijst samengesteld met allemaal fantasyboeken. Die kun je terugvinden op... nbdbiblion.nl/undercovers. Yes. Vergeet je niet te abonneren op ons kanaal. Vergeet deze video niet te liken. En dan zien we je de volgende keer weer. Yes. Dank tot ziens.